Ja, en daar zit Maarten van Rossum. Die is naar voorvertoning geweest van deze Pixar-film. Maar er waren er niet veel die dat ook deden, begrijp ik. Nee, er waren nog twee andere personen. Maar hier heb ik speciaal voor gepauzeerd. Ja, prachtig. Ja. En hoe voelt dat om zo eenzaam in de bioscoop te zitten? Nou, ik moet zeggen, ik vond het wel een aangename ervaring. Ja. Ik heb ooit eerder in een nog veel groter theater in mijn pieren eentje Out of Africa gezien. Ja. Dat is ook wel indrukwekkend. Voor mij speciaal gescreend, maar niet heus. En er was gewoon niemand, behalve ik. Maar je bent een groot fan van dit soort Pixar-animatiefilms. Ja. Wat trekt je er zo in aan? Dat het, ja, hoe heet dat? Dat het meerlagig is. Het zijn hele geschikte films voor kinderen. Maar volwassenen kunnen er met veel vrucht ook naar kijken. Die zien daar dingen in die het kind misschien niet direct ziet. Dit is een film die gaat over, eigenlijk over de dood. En dat sluit aan op dat Mexicaanse dodenfeest. Ja. Mm-hmm. En de kwestie is eigenlijk dat de doden ook nog wel leven zolang ze in de herinnering van mensen aanwezig blijven. Ja, want ze, worden gegeven, geëerd, hè? Ze worden geëerd door op een tafeltje of een fotootje neer te zetten. Dat is natuurlijk een vrij recent fenomeen, want dat dodenfeest is veel ouder en is waarschijnlijk zelfs pre-christelijk in die streken. Maar jij was ook wel echt geëmotioneerd door deze film. Ja, zeker. Hè? Ik heb een traantje in de weg gepinkt. Nou is dat bij mij niet zo bijzonder. Maar ik vind het toch wel leuk dat de Maarten van Rossum, de man van de slimste mens die altijd toch met enig met hoge kennis van zaken, maar toch enig cynisme, nu toch een traantje wegpinkt bij een kinderfilm. Vind ik wel mooi. Juist, cynici zijn natuurlijk eigenlijk bekeerde romantici. Bekeerde romantici. En er blijven altijd restanten van je romantische gevoelens blijven over. Maar nogmaals, ik ben ook bij films, ook bij God, ik heb de afgelopen dagen een boek gelezen waarbij ik het ook niet droog hield. Ja. Ja. Deze film is overigens een doorslaand succes in Amerika. Hij heeft alle records verbroken. Het is de best verdienende film ooit in Mexico. Wat ook toch wel aangeeft dat de Mexicanen het ook leuk vinden om het te zien. Ja. Jij zei al van het in stand houden van het beeld van iemand op een. Ja. Maar dat heeft volgens jou ook wel een negatieve kant, want stel dat je dat niet doet, dan blijf je dus niet herinnerd. Dat komt ook voor in die film. Er zijn mensen die geleidelijk aan toch vergeten worden. Door hun familie, door hun kennis of vrienden. En tenslotte, als iedereen je vergeten is, als ook de laatste persoon je vergeten is, dan besta je niet meer. Verdwijn je in het niets, dan besta je niet meer. Ja. En dat is natuurlijk op zichzelf wel een heel aardig thema, want wij allen herinneren ons natuurlijk onze allang dode familieleden. Ik bedoel, heb jij zo'n tafeltje met mensen? Jazeker, ik heb je zelfs een fotootje opgestuurd, dus dat kunnen jullie nu laten zien. Hebben we dat foto? Oh ja. Ja. Dat is jouw tafeltje. Dit is jouw tafeltje. Ja, nou ja, we hebben op meerdere plekken hebben we van die foto's staan. Maar dat is. Maar en dan zijn het jouw ouders? Of wat? Ja, dit zijn wij zelf nog in een jonge toestand. Ja. Ja, dus daar links, dat peutertje wat op zo'n dekentje zit, dat is september 44 in Wageningen, daar ben ik. En, maar dat zijn mijn kleinkinderen daarachter. Okay. En links achter mij staat mijn vrouw als peuter. En nou ja, zo is het van alles. En die helemaal voor dat rondje, die hele kleine baby met papa? Wie is dat? Dit, ja? Dat is mijn zoon met zijn eerstgeborene. Oh. Ja, ja. Maar en daar links zie je de moeder en de grootmoeder van mijn vrouw. En, nou ja. Maar dat heb je wel. Maar je hebt ook jouw ouders bijvoorbeeld, heb je ook allemaal wel op een tafeltje staan? Nee, gek genoeg staat er geen foto van mijn vader bij. Nee. Dat hoeft ook niet, want ik kan mij hem prima herinneren. Ja. En bovendien heb ik precies dezelfde stem als mijn vader. Dus ik hoef alleen maar te praten om mijn vader te zijn. Jij kwam trouwens tot de constatering dat er in veel meer Pixar-films het thema vergeten is. We kijken ook even naar een fragmentje uit Toy Story. Daar zit dat eigenlijk ook in. Toy Story 1. Ja, afgedankt speelgoed komt tot leven.
ja, dat speelgoed die wil niet afgedankt worden. En zegt, we zullen ze eens krijgen. En dat is in feite het thema van die film natuurlijk. En ben jij zelf bang om vergeten te worden eigenlijk? Nou, niet bang, want ik weet zeker dat ik tenslotte vergeten zal worden. Nou ja, maar je hebt boeken gepubliceerd, ja, je hebt een tijdschrift. Het is misschien één generatie, een anderhalve generatie. Maar... En dan zul je misschien bij je kleinkinderen... Ja. Zul je nog wat langer herinnerd worden als die gekke opa. Maar voor ons allen komt het moment, wat in die film ook... dat je verdwijnt in het niets. Dit ben ik zelf, ja, op 5-jarige leeftijd in de tuin van mijn grootouders in Nijmegen. Je ziet dat een ontzettend aardig ventje bent. Ja, ja. 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 Wat is er mis? Ja, het wonderlijke is dat hoe aardig je bent als kind, dat maakt je kwetsbaar in het latere leven. En je moet leren om minder kwetsbaar te worden, want daar wordt grotelijks misbruik van gemaakt. Mm-hmm. Ja, was je heel goed van vertrouwen als kind? Ik ben nog eigenlijk vrij goed van vertrouwen in de mensheid, maar wel een stuk minder dan toen, ja. Ja. Maar ik was ook verlegen. Het was, wat zei je? Verlegen. Ik was verlegen. Verlegen, ja. Ja. Ik vond het niet prettig om op te treden. Dat vond ik allemaal helemaal niks, nee. Nou, dat ben je toch heel erg aan doen? Ja, je moet wel. Aan de universiteit word je geacht college te geven. En dat vind je in het begin enorm eng. Dat je tot een geheimzinnig moment komt waarop je dat denkt, het is eigenlijk hartstikke leuk om te doen. En het gewoon een paar dan raak keer te je doen. Het slot aan verslaafd. En... Komen we weer bij de studiekring. Ja. Gewoon doen. Ja. En dan kom je er vanzelf achter dat het leuk is. Dat je iets te maar melden hebt. Maar goed, die film had ook nog over andere onderwerpen. Ja. Alleen, want ook een vast thema, een bekend thema in de Pixar-films is het kind wat anders wil dan zijn familie wil. Ja. En denk aan dat meisje in Breef. Denk aan deze dat jongetje wil. Ja. Muzikant. Geen muzikant worden. Mag die niet van zijn ouders. Het blijkt dat zijn overgrootvader weggelopen is om beroemd en muzikant te worden. Want het is een heel ingewikkeld verhaal. Ik ga het ook niet vertellen. Maar het is een fantastische film. En zijn familie wil absoluut niet dat hij muzikant wordt. Want ze hebben een goedlopend schoenmakersbedrijf. En daar moet hij ook in aan het werk. En tenslotte wordt, laten we zeggen, de familieverplichting verzoend met zijn wens, want het loopt goed af. Maar, ja, tuurlijk, want het is een Amerikaanse film. Maar heb jij zelf het gevoel gehad dat je mocht worden wie je was? Nou, daar zit nog wel ergens een kink in de kabel. In de zin dat ik graag iets, politicologie, geschiedenis, zoiets wilde studeren. En ik had gymnasium Bertha gedaan en mijn familie zei dat wij al stapelkrankzinnig. Als je zo'n achterlijke studie gaat doen waar je het bovendien geen cent mee verdient. Je moet die beta-kant die moet je te gelden maken. En zodoende heb ik enkele maanden farmacie gestudeerd. Wat echt de meest strontvervelende studie was die je maar voor kunt stellen. Echt. Je stond 4 middagen in de week een practicum. En je moest zulke ongelooflijk stomme dingen doen terwijl je wist dat je later gewoon aspirine ging verkopen in een doosje. Ja. Het is allemaal goed gekomen, Maarten. Maar ik heb in het diepste geheim heb ik die hele handel heb ik verkocht. En pas toen ik niet meer terug kon, letterlijk alle schepen achter mij verbrand had, heb ik gezegd, ja, ik ben toch geschiedenis gaan studeren. En toen hebben ze gezegd, dan moet je het zelf maar weten. En hebben ze me nog jarenlang stuk uit de krant opgestuurd, historicus studeert voor werklozen. Nou ja. Maar goed, ga naar Coco. Coco overigens is niet het jongetje, maar is zijn overgrootmoeder. Ja. Zo is het. Die eigenlijk een centrale rol speelt in het begin niet alles weggeven van het drama. Vanaf woensdag is hij hier in Nederland te zien in de bioscopen.